Anna Markt. En ik heb daar een heel goed koop jasje gevonden. Ook een heel schoon, een beetje leerachtig. Als jullie graag nog een shoplog willen zien van Spanje, dan moeten jullie maar een duimpje omhoog doen. Dan weet ik dat ook. En wij gaan nu nog even nog naar de gewoon iets drinken voordat we gaan eten. En voor de namiddag zien we nog wel. Ik heb even een short gewisseld, want we gaan ze beter met onze voetjes door de zee wandelen. En met zo'n lange broek dat ik er strak aan had, wordt dat toch maar nat. Ik heb die gekocht op de dijk gisteren en ik vind die echt wel leuk. Alleen niet echt op de dijk, maar meer de winkelstraat. Zo, maar dat is vlak aan de dijk. Nog eventjes insmeren en dan ben ik klaar. Het is gewoon als een leefbootje baden, zeg. En hier hebben we onze goede vriend. Die was er vorig jaar ook al. Hola! Wat heb je? Het is al een oude vogel. We zijn weer terug op de kamer. Ik heb me al omgekleed voor te gaan eten. En er zal vandaag een show zijn, maar ik ga gewoon niet zien of dat iets is. Want die doen zo precies elke week ook hetzelfde. En ik heb ook gehad vorig jaar en het jaar daarvoor, dan waren die shows altijd hetzelfde. Dus dan moet ik zien dat het wel de moeite is. Want anders blijf ik gewoon boven. Check de cookies dat ik gevonden heb. Kei grappig. Ja, we zijn maar anti-muggen spul gaan kopen, zo'n apparaatje. Want één mug beet mij al 4 keer. Dat is echt veel, vinden niet? En onderweg kwamen we echt een vet kostuum tegen. Zie. Awesome. Eerlijk zeg, wat vinden jullie van dit kostuum? Ik vind hem wel graaf. Zo is het anders. Daarachter is er niks bijzonders te zien, maar nou ja. Check dit. Iemand een vampierenzoentje? Morgen iedereen. We wouden eigenlijk naar Nieuw Benidorm gaan, maar de school liet aan een webcam de theorie had gekocht, dus ze zijn die gaan omwisselen. Dus we kunnen nu niet zo ver niet meer gaan. Het is al 10:40. Dan gaan we terug zo onmogelijk vorig jaar, waar de trapjes waren. Met de kanonnen en zo. En van de namiddag zien we nog wel wat we gaan doen. Aha. Hola. Ja, als ik een koek Waarom hier, die straatjes kunnen niet vergelijken met onze straten, hè? Amai, het strand zit hier al vol. Ja, ja. Misschien dat we van de namiddag ook kunnen gaan zwemmen? Ik denk hè, dat het kan daar een keer misschien aan de hand maken, omdat er zoveel spangen zijn. En Janine, we kunnen misschien straks ook eens gaan zwemmen. Ja, salé, dat is voor de kaart. Koud. Het is nog geen 12 uur, hè? Ja, die zwemmen niet in. Dat zwemmen niet. Alle zwemmen hier daarvoor, maar ik niet zien. Maar als het niet veel wind is, gelijk het nu is, is het goed. Het schat, je kunt zo een foto pakken, dat is mooi. Niet? Ja, dat is misschien. Oké. Je naaie kop. Je naaie kop. Ja. Deze is allemaal oud Benidorm en in deze gedeelte, daar logeren wij. Dat je een centje geeft en dan doet hij iets speciaal. Levend standbeeld.
te zien, nu ben je er een massa volk. Strand en zo. We zijn hier aan het sporten, denk je? Cool. Ons vaste stikse als wij hier komen. We gaan hier elke voormiddag komen drinken. Maar je komt al hier aan de ingang van het hotel en die bloemen hier, die ruiken echt heel straf, maar wel lekker. Amai. Ja, hier zit dat vol van die soorten bloemetjes. Geen wonder dat dat zo ruikt hier. We zijn daar straks gaan zwemmen, want morgen is het goede weer en dat schijnt terug gedaan. Dus we hebben er wat van genoten. Ik kon daar niet filmen, want de camera is niet geschikt voor bij de zee te filmen en zo. Want ik heb al van een andere vlogger gehoord, ik weet niet of jullie haar goed kennen, Marcia van Beauty Gloss. Die had allemaal gaten in de lens van het zeezout. Dus zeezout is heel agressief, dus heel slecht als je geen GoPro hebt of iets dat tegen dat soort dingen kan. En ja, ik wou gisteren aan de show gaan zien, maar ik heb te veel last gehad van de muggen. 5 beten, die ook nog verschrikkelijk, dus... Ik had geen zin om daar in die cafetaria te gaan zitten waar het vol muggen zit. Maar straks gaan we naar een andere bar waar het een flamenco show is. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ik weet niet of ik vandaag nog veel ga kunnen filmen, want de batterij is echt wel 31 minuten. Maar soms is dat minder dan dat de camera zegt. Je moet er maar eens op letten als je zelf met een apparaat bezig bent. Soms is het zo, ja, je hebt nog een half uur en dan is het eigenlijk maar 10 minuten of zo. Zeker bij laptops. Wat zei je, schat? Zeker bij laptops. Hoe dat? Meestal bij laptops. Hij zegt meestal 20%, maar bij 20% valt het meestal uit. Ik heb dat gehad, maar met gsm. Zeker deze. Die oude modellen. Die nieuwe modellen hebben dat soms ook ze. Ja, dat is helemaal zeker. Makkelijk. Ja, mijn lipstick doe ik straks pas op. Ik vind deze doosje echt wel cute. En het is ook gemakkelijk. Er is een spiegeltje bij, dus ik kan dat straks gewoon met dat spiegeltje opdoen. Apuntado. Casi cae ahí.